Maar mooi mensen, Bart Thijs hier. En welkom terug op No Man's Land. Of op mijn land. Waar wij een hele tijd bezig zijn met gras. Al moet ik zeggen, ik kan het hier volgens mij gewoon weer maaien hoor. Ja, we hebben de bunkers veranderd hè. De kleine bunkers zijn weg. En de rotzooi aan de zijkant is ook weg. Ik geloof dat ik het nog even, ik moet het nog wel schoonmaken en aanrijden. Maar ik ben er een beetje flauw van. Ik ben er een klein beetje zat van. Dus ja, daar is ook allemaal al gras gemaaid. De andere velden aan de andere kant opgeruimd. Opgeraapt, opgeruimd. We hebben behoorlijk wat gedaan. Maar we hadden ook vannacht een dikke opbrengst. Als het goed is, komt dat er straks in te staan. We hadden een dikke, hele dikke opbrengst. Nou, heel blij mee. Maar ja, het vergt wel wat van je. We zijn goed bezig geweest. Ik heb behoorlijk wat gedaan. Oh. Ja, ik moet even het gewicht opzoeken. De bak hiervoor die is aardig zwaar. En het gewichtje had ik hier staan toch? Ons gewicht daar staan. Staat hij nou weer hier? Nee. Dan staat hij hier. Ook niet. Ja. Gevonden. Ja, we hebben aardig wat houtsnippers weggebracht. We hebben wat silage naar de BGA gebracht. En ja, hebben dus geld in de rekening. Ja. Dus dat was van de kleine silage bak. En als wij nou de grote ook nog even een keer gaan doen, we worden nog rijk zo. En als dat een beetje doorgaat, ga ik sowieso nog een bakje erbij zetten. Nou, dit levert toch aardig goed veel geld op. Ja, best wel. Het enige nadeel is het aanrijden. Dus dat doe ik steeds off-camera, maar ja. Ik rij nogal wat heen en weer. Ik geloof dat deze ook nog niet zo heel erg aangestampt is. Nee, ik ga niet de hele tijd heen en weer rijden. Al lijkt het er wel op. We gaan een pak schoonmaken aan de voorkant. En dan vind ik het genoeg geweest. Voor gras deze dagen. Nou, ja. Wij zitten nou op bijna 100% pers. Ja, elke keer als ik een lading vol had, ging ik er 1 of 2 keer overheen. Ja, dat helpt toch? Dat hielp enorm. Ja. Ik probeer het meeste erin te krijgen. Ja, alles lukt toch niet helemaal.
Hij heeft altijd wel iets van liggen. Oeh, heb je niet gezien? Heb je niet gezien? Ik heb niet bijna de kar omgegooid. Ja, we gaan er even een stukje vanaf. Op Tjandori. Ja, zo dat stukje graag. Dus ook zo even weghalen. Ja. Hij zit weer op 100. Hop, gras weg. Oh, dat is gelijk kaf. Dat is mooi. Nou, die kant is goed. Hier zitten nog streepjes. Hele grote streep. Hij is 100%. Ja, proberen om. Nou, het lukt niet helemaal, maar ik vind het goed hoor. Ik vind hem helemaal goed. We hebben in totaal een heleboel kaf. Oh. Zo, dicht. En ik sta vast. Oké. Ik stond vast. De kantjes mooi schoon. Eens kijken, aan deze kant ligt er niks meer. Nee, goed zo. Overtollig, ik kan hier wel even naast liggen, dacht ik. Het is maar een heel klein beetje. Zo. Gaan we wachten tot hij goed is. En dan gaan wij dat de volgende keer verkopen. Ook dat gaan we niet allemaal zien, denk ik. Ik zal het meeste laten zien. Ja, die eraf. En deze ook. Klaar! Tijd voor de schoonmaak. Ja, de maaier had ik hier nog even laten staan, want dit was het laatste stukje wat ik heb gedaan. Ah, die is nog aardig schoon. Die had ik al een keer schoongemaakt. Hij is wel heel erg schoon, eigenlijk. Hij zit wel wat op, maar... Ah, ik kan nog wel even een klein wasbeurtje hebben, dacht ik. Ja, nou dan gaan wij verder met zaaien. Het andere veld moet nog gezaaid worden. En ik wil eigenlijk kijken. Nu ik geld ga verdienen, wil ik gelijk kijken naar het stroomtank. Wij krijgen natuurlijk. Bij de BGA kunnen we natuurlijk ook. Digistaat ophalen. Dus. Als ik dan een mooie mesttank heb, dan kan ik het dat daar weghalen. Hoef hij niet te gaan kopen. Kunstmest te kopen. Vloeibare kunstmest, dat hoeven wij allemaal nog niet. Dus ja, dat is toch wel iets wat ik wel... En ik zou graag een maaier hiervoor willen hebben. Zo'n frontmaaier. Maar frontline kost ook nog veel geld hoor. Die zijn ook nog 20.000. Ja, ik heb er niet meer in staan. Ja, ik heb die grotere Stubmaster, maar die vind ik niet zo heel erg. Ja, die zou ik ook graag willen, maar ik moet ook eigenlijk drijfmest. En daarvoor heb ik wel iets erin staan.
Kijk eens, die is niet zo duur. Die kan ik nou zelfs nog kopen. Met de Joskin T-Rex. Die is maar 5 meter natuurlijk. Kijk, die is al 6 meter. Maar die is ook 2 keer zo duur. En dan hebben we ook nog die, maar... En waarom die nou 10 is en die 28? Ja. Maar dat leek mij wel een optie, zo'n tank. Nou. Kunnen wij strandbemesting. Alleen, ik zou ook nog graag even een mestput hier op het erf willen hebben. Zodat ik zelf... hoef ik niet steeds naar hem daartoe te rijden. Ik weet het, het is dichtbij. Dus dat zullen we in het begin ook zeker moeten blijven doen. Maar deze is al heel erg smerig, hoor. Ja, dat gaan we blijven gewoon nog doen, denk ik. Ja, want de mestput kost ook weer heel veel geld. Ja. Niet te dicht op die houten plank, hè. Ja, het is, de bodem kan wel, maar de zijkant is toch een beetje gevaarlijk nog. Dat je met die hoge drukte niet dwars erheen blaast. Nou, die lijkt aardig schoon. Mooi schoon, hè? Ja. Laat hem weer zakken. Kan hij ook in lage schuurtjes. Ja, niet dat wij dat echt nodig hebben in dat lage schuurtje. We hebben geen lage schuurtje. Onze schuur is nog hoog. Al moet ik zeggen, ik heb wel een optie gedaan om de grond een beetje aan te passen. En hier misschien... een rij stenen tegels in te leggen. Ja, dat karretje lijkt ook niks vergeleken bij... Die wil ik ook nog een keer veranderen. We moeten nog zaaien. Ja, er zit nog genoeg in, dus dat wil nog wel. Ja, kool staat maar weer, hè. Dat zit ook in die andere. Dus waarom niet in deze? Goed. We gaan even zaaien.
Zo, laatste anderhalve rondje nog. En dan hebben wij het veld er weer in zitten, mensen. Heel mooi. Wat wij straks even... ik ga verkeerd. Alweer. Ja, als ik hier nou binnenin even een twee banen had gelegd, dan had ik dus niet zo strak hoeven te keren. Maar ja. Het zit er in elk geval in. Zo. Het hele veld zit erin. Heel erg blij mee. We moeten eigenlijk wel zaden weer gaan kopen. Maar... ja... zo... ja... want ik had toch wel eigenlijk... met mest en zo... kijk, en... dat is veel te klein, dat is veel te klein, dat is 8000 liter. Die ook nog, dat is al 55.000. Daar zit ook aardig wat dingetjes in. Dat is wel leuk. Deze heeft 120 horsepower nodig. Deze heeft 115. Ja. Ik ga toch voor deze. Hele grote wielen. Kijk, dit zijn gelijk hele grote wielen. Ja, ik weet, we hebben brede banden. Small wheel protectors. Middel. Boom. Kijk, ja, nou, dat is het. We hebben geen wheel protectors nodig, want... het enigste wat we daarmee doen, die rijden we er toch af. Dus dat gaan we niet doen. Ontwerpkleur. Groen? Ik weet niet wat groen wordt. Wat verandert er nou van kleur? Ik zou het niet weten. Hoofdkleur. Oud gegalvaniseerd. Ja. Oh, nee. Dat is gegalvaniseerd. Greenbreak. Gegalvaniseerd. Ja. Die hebben we gekocht. Ik ga toch eerst voor deze ding. Slangen kunnen we dus. Bruine slangen? Nee. Blauwe slangen? Ja. Zwart is niet zo. Grijs zien we niet. Dan is groen toch het mooiste. Oh, ook hier puntjes kunnen we aanpassen. Heeft geen race. Oké, heel goed. Nou, dan gaan we voor deze bandjes. De normale standaard bandjes. Oh nee, brede band. Oké. Goed. Ja. Starten. 31.000 hebben we weer verkocht. Ja, 31.300. Is dat met de ding erachter? Of is dat alleen maar zonder? Ja, dat weten we natuurlijk niet. We gaan nou volgen naar Belgia en daar gaan wij kijken of wij een tank kunnen voor krijgen. Ik dacht het wel, want we hebben een dikke 3,5 karren vol met silage heen gebracht. Dus ik denk het haast wel.
Dus er kunnen geen houtsnippers in de BGA, hè? Dat is wel jammer. Nou, misschien wel, ik weet het niet. Daar heb ik nog nooit naar gekeken. Ga ik eens op mijn test gebeuren doen. Dat kan ik wel eens gaan doen. Gooi ik er allemaal houtsnippers in. Helemaal vol. Maar dan gebeurt er ook niks natuurlijk. Kijk, daar staat onze schoonheid. Zullen we er gelijk aan vasthangen. Allee, even een beetje recht ervoor, want die dingen die staan een beetje dicht tegenaan. Ja, en dan. Misschien moeten wij een iets grotere trekker kopen. Iets hogere trekker. Ja. Misschien een idee. Ja. Oké. Nou, de plaatjes die ik heb gezien leek dat niet zo heel erg groot. Maar goed, dan hebben wij natuurlijk ook niet zo'n hele grote trekker. Ja. Misschien een verstandig idee dat wij iets grotere trekker kopen. Ja, ik moest even kijken naar de Z is dus het legen of het vullen. Veranderen. Pompen richting naar vullen. Kijk, staat hij nou op vullen? En moeten wij hem dan veranderen naar het legen? Zodat hij op vullen staat? Of staat hij nou op vullen, legen? Als hij op legen staat, staat hij dan op het vullen? Of staat hij dan op het legen? Dat was beter de vraag. Zoiets. Zo. Past hij hier helemaal wel onder? Ja, net. Oh, ik ga hem al openstaan. Beginnen met vullen. Kijk, dat is mooi. Dan moet ik hier alleen nog. Ik moet hier wat meer straat in gaan maken. Hier echt wat nieuwe bestraling gaan maken. Dik gaat daar. Nou, dan hebben we een volle tank. Hij hangt wel een beetje achterover. Laten zakken. Zo. Kijk, daar staat de trekker een keer recht. Hij is zo zwaar. Ja. Goed, ik heb nog een dingetje. Wij gaan het gras ook aan de andere kant weghalen. En aangezien ik toch wat meer velden wil hebben. Uitklappen laten zakken. En volgens mij kan ik hier ook velden mee aanmaken.
Kijk, en dit zou ook wel een mooi veld zijn. Ho, 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 ho. Dat was niet helemaal mijn bedoeling. Ja, dit kunnen wij toch ook wel als veld gaan gebruiken. Oh, wij kunnen de cultivator niet gebruiken voor velden aanduiden. Oh. Dan hebt de persoon voor mij toch een iets andere cultivator. Dan heb ik niet helemaal de goede gekregen. Nou, dan moeten wij de ploeg op gaan halen. En dan gaan wij hier nog een veldje maken. En ik wil eigenlijk kijken of ik hier achter deze silo de bomen nog even weg kan halen. Want ik kan natuurlijk nergens mijn stro kwijt. En ik zag staan in mijn silo's ook een kleinere silo. Deze past een heleboel in. Dus die niet, die wel. Die niet, die wel. En als ik mijn silo zou gaan verkopen, dan krijgen wij daar 26. Dus dat vind ik niet genoeg. En we hebben hem ook nog vol ook nog. Dus, ja, die wil ik eigenlijk kopen. Deze vind ik te groot, die 180. Maar voor die andere hebben wij ook kleine aanbouwsilo, smalle aanbouwsilo. Deze XL. 50. Dat kunnen wij makkelijk doen straks. En we hebben ook nog een liquid storage nodig. Waar wij alles in kunnen opslaan. Dat hebben wij eigenlijk nog nodig. Dat gaan wij de volgende keer doen. Die bomen die ga ik straks denk ik nog wel even weghalen. En die kan ik dan hier zo in de stories gooien. En ik denk dat wij hier die silo wel neer kunnen zetten. Dan kunnen wij hier of daar voor kiezen om daar langs te rijden. Of ervoor te kiezen hier zo langs te rijden en dan hier te gaan starten. Dat leek mij wat. Toch? Goed, we gaan het zien. Mensen, ik dank jullie voor het kijken. En alles is bekend, toch? Goed, heel erg bedankt. En tot de volgende keer. Mooi, mooi!